u niet terugverwacht? Ja, het is maar voor 5 minuutjes, moet direct terug. Oh, dat zijn dan wel de 5 minuutjes die mijn dag goed gaan maken. Ja, hoe is het met de kindjes? Goed, maar nu slapen ze. Zeg, wat is er? Ja. Er is iets bijgekomen. Kind van 5 jaar, spoorloos verdwenen. Waarschijnlijk ontvoerd. Kijk, dat die smeerlappen elkaar doodmaken tot daar aan toe, maar dat ze op collega's beginnen schieten en onschuldige kinderen ontvoeren. Soms vraag ik me af waar de wereld naartoe gaat. Weet je wat ik denk? Ik denk dat jij die wereld eens heel rap moet gaan redden. Ik ben zo blij dat jij er bent. Bla 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 bla. Uw 5 minuten zijn om. Laat dat wapen vallen. Laat dat wapen vallen. Was Pieter gisteravond bij u? Ja. Waarom? We hadden iets te bespreken. Is er iets gebeurd? Nee, maar we moeten wel eens praten. Toen ik Pieter leerde kennen, hè, zat hij helemaal aan de grond. Hij had zijn vertrouwen verloren in alles en iedereen. Dat was uw schuld, want jij had hem laten zitten. En eigenlijk heeft hij nooit geweten waarom. Ik vraag mij af of dat je het zelf weet. Dat was een moeilijke periode. Voor ons allebei. Tot later. Dat kan goed zijn, maar ik wil niet dat je die schade nog eens aanricht. Daarvoor zie ik Pieter nu veel te graag. Je wilt hem terug, hè? Je zet eerlijk, dat apprecieer ik. Maar we gaan er wel een eerlijke strijd van maken. En je zult me meer uit je kast moeten komen dan wat krokodillentranen. En het argument dat je de moeder van zijn kinderen bent. Wat is aan het horen? Onderzoek zegt van Maartens. Die is een kwartier geleden vertrokken. Ik ga de kot ondersteboven strappen. Met een huiszoekingsbevel of enkel op uw buikgevoel? Met de weg, klootzak. We kunnen niet blijven doen alsof er niks is gebeurd. Pieter, we hebben gekust. Het was het moment. De emotie. Dus het stelde helemaal niks voor? Nee, dat zeg ik niet. Het is alleen... Ja, ik ben nu met Eva. En ik ben niet het type dat vreemd gaat. En ik wel. Nee, dat bedoel ik niet. Het is alleen... Het was een zwaar jaar. We hebben collega's verloren en dat was hard. Jelle wordt eigenlijk vermoord en Tom kan ze verdrieten met de baas. Ik had het er ook moeilijk mee. Maar ja, we moesten verder. Hè? We moesten en zouden vinden waarom dat was gebeurd. Ik heb zo voor mezelf in de loop der jaren om de waanzin van elke dag te overleven, een aantal regels opgesteld. Je zou ze wetten kunnen noemen. De wetten van Vernien. En zo'n eerste wet is... wantrouw altijd een dag die rustig begint.
Goedemorgen. Ja. Ik kom eens kijken of dat er veel werk is. Maar zo te zien valt dat nog wel mee. We mogen niet klagen. Want ik dacht, misschien kan ik inspringen, maar... er is geen diepzaak? Nee. Bon. Het is wel een aangifte van een jonge vrouw die is verdwenen. Maar ik denk dat hij gewoon eventjes van onder de radar wil verdwijnen voor een bezitterige vriendin. Ken je dat? Zo iemand die zich wilt opdringen, maar dat je dat niet echt wilt? Ja, ik denk toch dat er meer aan de hand is. Sarah de Groot is 3 weken geleden ineens niet meer komen opdagen op haar werk. Ze hebben haar verschillende keren geprobeerd te bellen, maar geen teken van leven. Nou, dus toch een diepzaak. Hey. Dan zullen we dat maar eens gaan onderzoeken, zeker. Een dag die zo begint, eindigt meestal helemaal anders. Er was een meisje verdwenen. Eerst vonden we geen lijk. Er was ook niemand meer motief. En? Zelden meegemaakt, hè? We vinden letterlijk niemand met een motief. Roofmoord? Oh. Dan zouden ze het lichaam toch hebben laten liggen, neem ik aan, hè? Geen vijanden? Geen jaloers seksvriendjes. Op haar werk hebben ze zelfs niet eens de moeite gedaan om te vragen waar dat ze was. En haar zus? Oh. Die was precies wel content met die erfenis, hè? Oh. En haar gemanicuurde nageltjes kapot doen aan het verslepen van een lijk, zeker? Nee, denk het niet. De dood van uw zus lijkt u niet echt te raken. Het zal een beroepsafwijking zijn, zeker? Kijk, in ons vak geeft niemand om uw gevoelens. Dus probeer die te verdringen. Juffrouw de Groot, hebt u er enig idee van wie haar dit zou kunnen aangedaan hebben? Nee, echt niet. Sorry. Het feit dat Sarah nu vermoord is, is dat een probleem voor de erfenis? Ik bedoel, de opbrengst van dat huis, dat is nu toch voor mij? Dan vinden we iemand met een motief, maar je gelooft niet dat die het gedaan heeft. Nou, wat doe je dan? Maar... één ding kan toch geen toeval zijn, hè? Dat zij werd vermoord vlak nadat zij haar huis had verkocht. Bon, enfin, genoeg voor vandaag, oké? Okay? Wat denkt u? Duvelke? Ja, waarom niet? Nog 2? Omdat je het zo lief vraagt, ja. En dan is er nog iets waar we het moeten over hebben. Hoe het ook uitdraait... Jelle zal niet meteen terugkomen. En er is geen budget voor de vervanger. We zijn al zo onderbemand. Ja, en daarom wil ik het volgende voorstellen. Wat zou je van denken als wij voorlopig een team zouden vormen? Ik vind dat een goed idee. Jullie zijn een heel schoon koppel. Maar daarop gaat dat niet plezant vinden. Je kent hem, hè? Ja, nou, nood breekt wet. Hè, Pieter? En hij kan nog altijd een team vormen met Smeekers. Als die nog blijft. Gaat Tom nu ook al weg? Ja, hij denkt eraan om een nier af te staan aan Cox. Mooi. Belachelijk, hè? Hoe belachelijk. Ik vind dat juist een heel schoon gebaar. Oh ja? Ja, als ik nu een nieuw nier zou nodig hebben, zou jij dat niet voor mij doen misschien? Ik wist dat het een plezante avond ging worden. Oh, maar er zijn toch andere oplossingen? Ja, maar stel dat die er nu niet zijn, die andere oplossingen. Ja, Pieter, nu even serieus, hè? Stel dat die er nu niet zijn, wat dan? Ja, dan misschien wel, ja. Misschien wel? Wat is dat nu voor een antwoord? Weet je wat? Je mag het nu niet houden, ik moet ze al niet meer hebben. Zeg. Het is misschien uw beste speurder, maar je kunt hem zo gemakkelijk voor de zot houden. Zeg. Maar door verdachten laat ik me nooit voor de zot houden. Trouwens, zolang je de dader niet gevonden hebt... komt eigenlijk iedereen in aanmerking als verdachte. Wet 2 is dus... iedereen is altijd verdacht... tot je de dader vindt. Wat kan ik voor jullie doen? Om te beginnen stoppen met deze komedie. Welke komedie? Spiliers, je weet heel goed waarom we hier zijn. Hè? Hebt u de aanslag op Thierry Konings bevolen? En ik dacht dat je dan hier waart om mij te condoleren met de plotse dood van mijn boekhouder. Ja of nee? Ik heb met die laffe moord niks te maken.
Als uw raadsman vind ik het mijn plicht u te wijzen op de gevaren voor een eventuele oorlog met Spiliers. Je denkt dat ik daar iets mee te maken heb. Ik vrees dat u de situatie nogal licht inschat. Ja. Luister. We hebben vanmorgen het lichaam gevonden van een jonge vrouw. Vermoord. En zij beantwoordt aan de beschrijving van uw zus. En wat vraagt u van mij? Mevrouw Smit. Ja? Wij arresteren u op verdenking van moord op Sarah de Groot en Christine Hendricks. Waar was u tussen 6 en 8, de avond voordat uw man dood werd aangetroffen? De avond ervoor. Dat heb ik gezegd in dat hotel aan zee. En vanaf wanneer was dat? 6 uur. Waarom? Waar waren we gisterenochtend tussen 7 en 9? Hey. Toen we hem achterlieten, dan... Dan leefde hem nog. Sloeg hard. Met zijn vuisten. Soms zelfs nog erger. Keuze. We moesten hem stoppen of hij zou haar ook kapot maken. Sorry. Je moet maar durven, hè. Mij hier in mijn eigen huis komen beschuldigen van moord. Misbruikt. En hoe dan? Meestal menen we dat niet als we dat zeggen. Maar deze keer wel, Mirjam. Het zal goed doen als je bekent. De neus nam een duip aan en ik sloeg dat manneke niet mee. Je hebt een motief en je hebt erover gelogen. Wat stelt u hiervoor? Ik heb wel een zaak open te houden. Mevrouw Dams, ik ga u nog een keer vragen. Wanneer hebt u Ellen Wezenbeek voor het laatst gezien? En dan heb je Ellen maar van het balkon gegooid. Er gaat heel veel mis in de wereld, hoor. De vrijheden die mensen zich permitteren. De verloedering van de zeden. Waar was u eergisteren nacht? Tussen 2 en 4. Hier, in mijn bed. Met mijn vriend. Herkent gij? Dat zou kunnen, ja. Ja, maar kent gij of kent gij niet? Ja, niet van naam, maar ik heb die wel alles gezien met de vakken. En wie is die vakken? Ja, dat weet ik niet. Een geblokte met weinig haar, die huurt soms een kamer bij ons. Oh ja, want jij verhuurt kamers in een pand dat je zelf kraakt. Hé, hey, jongens, het is een harde wereld, hè, daarbuiten. Wie is uw opdrachtgever? Van wie moest je die meisjes laten tatoeëren? Als je blijft zwijgen, fuck, dan staat er alleen voor, dat weet je. Dat is 20 jaar minstens, hè. Obstructie van het onderzoek. Allee. Kom. Deuze manneke! Ik zal u bovendien een goede raad geven. Als u mij niet laat gaan, dan opent u de poort van de hel. Dan is niemand meer veilig. Collega's niet, uw vrienden niet en zeker uw familie niet. Fanny? Om de dader te vinden, moet je elimineren, verifiëren, triëren, schiften, één voor één. Je moet bewijzen vinden en geen fouten maken. En als je er dan voor gaat, dan doet je dat best niet helemaal alleen. Derde wet, een inval doet je nooit alleen. We moeten naar binnen gaan. Rob, de instructies zijn duidelijk. Wacht totdat de cobra's hier zijn. Dat duurt veel te lang. God weet wat de mammel aan het doen is. Nee. Wacht nu, zeg. Hey, Rob. Godverdomme.
Fuck! Hey, wie zit jij? Waar is Sophie? Waar is ze, godverdomme? Hey, relax, kerel. Ik weet niet waar je het over hebt. Recht staan. Recht staan, zeg ik u. Een stuk stront. Het is niet wat je denkt. Ik kan veel verdragen, vriend. Maar van kinderen, hè, dat blijft er vanaf. Zwijgen, zeg ik u! Op de krap! Op de krap! Ça va? Ça va? Zonder inspecteur Verrijken had er op de maagd er wel een probleem gehad. Ach, dat ongeduld om ze te pakken, dat herken ik wel. Wachten is ook niet aan mij besteed. En het duurt soms heel lang voordat er hulp komt. Hey, moeten we niet op versterking wachten? Bah, zo twee jonge gasten, dat zou wel lukken zeggen. Dat gewoon niet simpel zijn, jong. Politiebrug! Fuck! Dat zou ik niet doen, vriend. Armen omhoog. Omdraaien. Dat heeft geen zin, gast. Laat dat wapen vallen. Laat dat wapen vallen! Vraagske, vriend. Wat je toevallig van abstracte kunst? Hm? Want als het zo is, hè, dan haal ik met plezier de trekker over en maak tegen de muur daar een abstract schilderij. Hé? Hey? Mensen kunnen onverwachte dingen doen. Machines daarentegen, daar kun je op vertrouwen. Tenminste, als je weet hoe je ze moet bedienen. Dat is dan ook een wet. Computers zijn enkel toegankelijk voor bevoegden. Heb je nog aan het werk? Wat zijn we aan het doen? Ik probeer dat document hier open te krijgen, maar dat lukt potverdomme niet. Maar je moet dat zo niet doen, hè? Ja. Nee, kijk, zo. Ja. Eerst op die oké klikken. Nou, dat heb ik gedaan. Ja. Slijpen, want dat gaat niet. Ook niet, hè? Ja, maar kom, schuif eens op. Ja. Kijk, je moet eerst. Allee. En anders dat rood puntje ook niet. Zeg. Nou, ça va een beetje bij u. Ach, het gaat wel. Het wordt met de jaren moeilijker om de dingen los te laten, Roger. En soms vraag ik me af of wij hier niet oud voor geworden zijn. Dat houdt ze als hier niet zitten, hè? Ja. Kijk, als dat niet werkt, hè, dan moet je dat zo doen met dit. Wow. Oh nee, maar wacht. Het is allemaal weg. Ja, zie je dit? Ai. Een dode veroorzaakt door een computer, ben ik nog niet tegengekomen. Nee. Het zijn mensen die mensen vermoorden. En dan begint ons werk. Maar elke dode is er één te veel. En je moet er leren mee omgaan, want dood zijt je voor altijd. Dat is een vaststaande wet. Thank you.
Et tu reviens reprendre ta place. Je connais ce regard. Je connais ce regard. Et tu me dis que tu sais tout, que tu regrettes le temps sans nous. You fall on me like fireworks, just like you sure, just like you sure. But it's too late, I'm no longer full, just uncomfortable, uncomfortable. Oplossen is één ding. Maar het zijn de nabestaanden die verder moeten met wat er gebeurd is. Gelukkig zijn er soms vrienden of familie die hen eroverheen helpen. Afscheid nemen van vrienden is soms keihard. Zoals met Jelle. En niet iedereen kan er even goed mee overweg. Er zijn vrienden, collega's, die kiezen om hun carrière een andere richting te geven. En dan zijn er vrienden die terugkomen en weer collega's worden. En dat is wel heel plezant. Maar wat er ook gebeurt, vrienden, echte vrienden, die heb je voor altijd. Onze Tom zei dat jij je zorgen maakte over je carrière.
Jelle, wij gaan er alles aan doen om ons werkschema's aan te passen. De dialyse werkt. Hoe wil je zeggen? De dokters zijn hier juist geweest. En ze krijgen mijn bloed niet meer gezuiverd. Dus als ze hier op mijn nierdonor vinden, dan is het gedaan. Wacht even. Jij wilt er niet afstaan? Dat vind ik wel heavy, hoor, gast. Ik heb beslist om ermee te stoppen. Dag, Dirk Verenigke. Dit is uw nieuwe collega, Rob de Maagd. En dit is hoofdinspecteur Van In. Voilà, ik ken iedereen. Dirk, welkom. Is het omdat ik mee ben? Ik voel de bedreigd voor mij. Sorry. Dat was wel even schrikken. Dat is telefoon van iemand van de politie. En dan nog om iets te gaan drinken. Ja, sorry. Heren, mag ik u voorstellen aan uw nieuwe collega, inspecteur Snel. Zeg maar, Rudy. Ik vind het wel fijn zo. Terug samenwerken, natuurlijk. Dat van iemand niet denkt dat ik weer over u kan komen. Ik heb ze niet beloofd om op tijd thuis te zijn voor de dansles. De dansles? Ja, elke donderdagavond. Je gaat zien, het gaat allemaal loslopen. Het is ondertussen toch allemaal lang geleden. Er is waarschijnlijk veel veranderd hier. En Van In? Ik dacht het niet. Zo'n kijk op, de rots van Gibraltar is er niks tegen. Eva? Hallo, Anna-Lore. 10 minuutjes. Rob, ik ben het, hè. Zo moet dat niet. Ja, zeg, wat is dat getuut-tuut daar? Niet te geloven. Meneer, een inspecteur zit achter de kassa van zo'n superet. Bonjour. Voilà. Guido, wat doe jij hier? Misschien dat komt terug. Dat is gewoon eens. Ja, nee. Je bedoelt voorop. Het probleem is, Rob en ik, wij zijn al een team. En Guido die gaat niet terugkomen om met Karin op stap te gaan. Maar aan de andere kant ben ik er zeker van dat jij dat heel diplomatisch gedaan hebt. Ah, bon. Nu wou ik het oplossen. Ja, dat was ook niet meer te combineren, hè. In de winkel en mijn job. Als mezelf al voorbij. Ja, zie Van In al langskomen voor 100 gram preparé van de show. Oh, ja, commissaris, daar was toch nog iets dat ik mee wilde zeggen. Of vragen? Ah, ja, dat is waar, maar door al die drukte ben ik dat compleet vergeten. Oh, heb jij hem dat nu nog altijd niet gezegd? Nee, ik heb dat nog altijd niet gezegd, nee. Nee. En weet je waarom dat ik dat nog altijd niet gezegd heb? Omdat jij mij altijd komt storen. Ik moet eindelijk weten waarom dat gaat. Nee. U weet, ik heb je altijd beschouwd als een hele betrapt. Zeg, man, dat kun je nog wel zeer brengen. Dit is Erik Franks, uw nieuwe collega. Hij komt het team versterken. En wie is Loes dan? Loes? Ja, dat ik wel nodig om Loes te passen. Is dat dochter? Ja, Loes is mijn moeder. Zeg het een keer. Wat kan ik voor jullie doen? Als je zo'n woensdag hebt. Zes regels, zes wetten. Dat is net geen magisch getal. Maar het is wel een hele carrière als hoofdinspecteur. Ik denk niet dat het hier zal mee ophouden, want er zullen altijd criminele zaken blijven die moeten opgelost worden. En ik kan niet stilzitten. Anne-Loren heeft eigenlijk gelijk. Eigenlijk kan ik nog niet met pensioen. Vrienden, ik had het einde van mijn carrière iets anders voorgesteld. Iets rustiger misschien.
Maar ik moet ook zeggen dat nog nooit een commissaris zo trots is geweest op zijn team als ik. En daarom... Ga ik eindelijk vertellen wie mij gaat opvolgen. Dat is inderdaad een goede gelegenheid hiervoor. Ik heb het grote genoegen en veel plezier om u te vertellen dat ik opgevolgd zal worden door mijn goede vriend... Ja, sorry. Mevrouw? Ja. Ja, we komen, ja, we komen. Er is een lijk opgevist hier in de rijen. Blijkbaar een schrijver van misdaadverhalen. Kom aan, Amalekes. We herbeginnen van nul. Ik weet dat het druk is, maar wil jij nog even blijven? Natuurlijk, ja. Wat heeft hij? Ik denk dat we dadelijk weer de fameuze zin zullen gaan horen. Welke zin? Er klopt iets niet, hè. Die zin dus, hè. Duvelke? Ik heb zo het gevoel dat we de verkeerde kant aan het opkijken zijn. Niks lees, niks commercieels. En ook niets waarom die... We zijn rondjes aan het lopen, Guido. Wat denkt u? Duvelke? Ik wil iets voor u schrijven. Ik heb brieven ook in moed. Ik ben geen expert in de liefde, maar... Waarom heeft die gast het uitgemaakt? Dat was toch een goed koppel? Niks dagelijks of wekelijks. Inderdaad, zoals gezegd, we zijn geen expert in de liefde. Chef. En Peter, je hebt gelijk. Het wordt steeds moeilijker om los te laten. Misschien moet ik toch ook maar met pensioen gaan. Jij op pensioen? Dat wil ik nog wel zien. Allemaal. Wat zeg je in die kerk? Geen idee. Ik zal het niet doen, Pieter. Misschien is dat valstrik. Dan nog een Guido. Die kans kunnen we toch niet laten liggen? Schat. Kom aan.